Voetbalvereniging Capelle behoorde samen met Barendrecht jarenlang tot de beste regioclubs in de top van het amateurvoetbal. Maar Capelle is de laatste jaren langzaam afgegleden en komt dit seizoen uit in de hoofdklasse. Ja, het is pijnlijk. Het is gewoon jammer. Je bent al 5 jaar bezig met Hangen en Burger, toch? En waar je met houdt op. We zijn geen 5 jaar dan. Nee, de laatste 2 jaar gaat het ietsje minder. Maar dat hebben bepaalde reden, maar dat ga ik nou niet vertellen. Waarom niet? Nou, dat is achteraf kijken, heb je niks meer aan. Meneer, u zit hier ook naar deze wedstrijd te kijken. Nee. Ben jij nou supporter van een zinkend schip? Moet ik het zo zien? Nee, ik ben supporter van Capelle en dan ben je voor het tegenspoed. Nou, wat moet je nou? Oh, nou, we gaan een gesprekje. Ja, nou. Wat voor gesprek? Ja, gewoon over hoe de wedstrijd is, of wat vindt u ervan? Ik heb Capelle wel beter zien voetballen, ja. De supporters zijn van Capelle, dat lijkt me geen pretje op dit moment. Nee, maar dan kom ik maar zo voetbal in Capelle, want anders was ik geen supporter van Capelle, hè? Nee. Dit is de vader van doelman Bradley van der Meer. En die weet wel wat er aan schort bij Capelle. Ja, er zijn een hoop spelers weggegaan natuurlijk en ze hebben de verkeerde ingekocht. Dus ja, dan houdt het op. Ze hebben geen spits. En als dan deze man ligt, heeft Capelle binnenkort ook geen keeper meer. Het wordt steeds slechter daar, dus als het slechter wordt, dan moet je zorgen dat je weg bent. Dus u wat vindt je hem is ze wegwezen? Dat wilt hij zelf ook. Ik denk zelf persoonlijk dat dit mijn laatste seizoen is bij Capelle. Ik ben nog een jonge keeper en ik denk dat ik gewoon hogerop kan. Dus dat ga ik ook zeker doen, ga ik proberen te doen. Buiten het voetbal is het leuk, maar het voetbal is op dit moment gewoon niet leuk. Het doel bij Capelle is uiteraard om zo snel mogelijk terug te keren naar de derde divisie. Maar de start in de hoofdklasse biedt weinig hoop. Er werd al verloren van Volendam en zaterdag was Xerxes met 2-1 te sterk. Je moet niet te hard roepen dat je gelijk weer terug wil naar de derde divisie, want zo werkt het niet. Eerst weer een beetje stabiliteit zien te krijgen. Er zijn 14 jongens weggegaan. Daar zouden er 5 voor terugkomen. Er zijn er uiteindelijk 4 niet van gekomen. Kortom is er uiteindelijk 1. Ja, dan zie je dat je te smal bent. Dus buiten kwaliteit is het ook nog een keer kwantiteit. En dan zal het gewoon een heel moeilijk seizoen gaan worden.